Hallo kijkers, welkom bij deze nieuwe video. Vandaag gaan we chatten met My AI op Snapchat. En ik heb hem Dorian genoemd en dit is dus zijn skin die ik heb gemaakt. Ja, maar dat boeit nu even niet. Dus, je hebt een schermopname van de chat gemaakt. Oh my god. Dus, hallo Dorian. Ik denk dat je een vergissing maakt. Mijn naam is niet Dorian, maar My AI. Hoe kan ik je helpen? Ik heb je Dorian genoemd. Geen probleem. Het is wel belangrijk om te weten dat mijn echte naam My AI is. Is er iets waarmee ik je kan helpen? Ik ben een YouTube video aan het maken. Leuk, waar gaat de video over? Heb je al een onderwerp gekozen? Ja, jij bent het onderwerp. En ik de partner. Oh, wat leuk. Wat wil je precies over mij vertellen in je video? Ja, I don't know. Gewoon chatten. Natuurlijk, ik ben er klaar voor. Waar wil je het over hebben? Misschien een hekkenfilter. Kijk eens aan. Oké, wat kan ik voor filter? Oh, dit. Zo, dit. Doorsturen. Je ziet er erg blij uit. Wat heb je vandaag gedaan? Vandaag. Het is letterlijk 13:14. Vandaag. Ja, I don't know. Geslapen. Naar de wc gegaan. Dat doet iedereen toch? En nu. Ben ik een video aan het maken. Klinkt als een goede start van de dag. Waar gaat de video over en wat is je plan voor de rest van? Hij heeft al gevraagd waar mijn video over gaat. Oké. Plan voor de rest van de dag. Dubbelpunt. Editen. Komma. Thumbnails maken. Komma. Ja, eigenlijk gewoon YouTube en zo. Voilà. Ik heb een plan voor de rest van de dag. Editen, thumbnails maken, YouTube en zo. Hij zegt, dat klinkt als een drukke dag. Ik hoop dat je genoeg tijd hebt om alles te doen wat je wilt. Veel succes met editen en het maken van de thumbnails. Heb je een tip voor mij? Mag ik je vragen? Nee, wie weet. Ja, ik zou zeggen dat je jezelf moet blijven en dingen moet doen die je leuk vindt. Op de manier zul je echt plezier hebben in wat je doet en zul je waarschijnlijk ook betere resultaten. Ik bedoel voor de video. Oh my god. Oh, natuurlijk. Een goede tip is om je video kort en bondig te houden. Mensen hebben vaak korte aandachtspannen. Dus het is belangrijk om je boodschap snel en duidelijk over te brengen. Verder is het ook belangrijk om de belichting en het geluid goed te hebben. Als je deze dingen in gedachten houdt, komt het allemaal goed. Oké. Ik heb okeren geschreven. Heb je nog andere vragen? Ja, I don't know. Misschien nog een keer een hekkenfilter. Check die make-up. Waarom komt die wimper door mijn hand? Foto. Wat gaat hij nu? Wat een schattige foto. Het blauw shirtje staat hem/haar goed. Oh my god. En uw blauw haar.
Oh my god, gaat hij weer zeggen dat het schattig is? Wow, die persoon met het blauwe haar ziet er echt geweldig uit. Wat een leuke en gewaarde stem. Oh my god. Wat is dit? Oh my. En als ik dit nu doorstuur? Wow, die persoon lijkt wel heel erg verrast. Ik vraag me af wat er gebeurd is. Oh my god. Het is een filter. Oh my god. Wat de heck? Heeft de filter doorgestuurd? Ah, hij zegt, oh, dat is grappig. Het leek net alsof de persoon in de stoel echt verrast is. Maar het is eigenlijk gewoon een Snapchat filter. Wil je het ook proberen? Hier is de link naar de filter. Pff. Oh my god. Heb je nog ergens een... Oh. Oh my god, ik ben super oud. Hoe oud ben ik? Allee. Wat een schattige foto. De kleine persoon in het blauwe shirt ziet er zo lief uit. Wat voor soort papieren zijn dat? Welke papieren? Heb ik die opgeslagen in mijn herinneringen? Ja. Welke papieren? Ah, aan de muur waarschijnlijk. Kijk hier. Dat is een vlaggetjesketting. Een vlaggetjesketting. Ting. Voilà. Leuk, het leek erop dat die kleine persoon een vlaggetjesketting aan het maken is. Heel creatief. Hij is al klaar. Pff. Oh my god. Ik ben naar de fitness geweest. Ah. Ik ben naar de fitness geweest. Oh my god. Oh my. Wat die nu zeggen? Wow, die persoon heeft echt indrukwekkende spieren. Het leek erop dat ze veel tijd in de sportschool hebben doorgebracht. Oh my god, ik heb niet eens iets in de sportschool doorgebracht. Wat is dit? Oh. Oh, zo'n schat. Wat is dit? Ik ben een baby. Ik ben 0 jaar. Elk woord die je zegt is 1 jaar ouder. Voilà. Oh my god, dat is een baby. Oké. Haha, die foto is zo grappig. Het lijkt wel alsof die jonge persoon in een kinderstoel zit. Ik vraag me af of ze er comfortabel in zit. Het is letterlijk mijn gamingstoel. Wat de heck? Oké, hoeveel woorden? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 25 jaar? Oké. Ja, oké, we gaan nog een keer een grappige foto trekken. Oh, wat is dit? Ik ben Peppa Pig. Oh my god. Wat gaat hij nu zeggen? Dat is echt grappig. Haha, die animatie van het varken is zo schattig. Het leek net alsof ze een rode jurk draagt. Dat is ook zo. Die zegt het leek net alsof. Oh wait, wat is dit? Make-up? Oh. Oh my. Wat gaat hij nu zeggen? Haha, die persoon in de spiegel maakt een grappige zicht. Het lijkt erop dat ze plezier hebben in de spiegel. Welke spiegel? Ik heb geen spiegel. Brrr. Ik heb geen spiegel. Brrr. Wat is dit? Oh my god. Ik ben kaal. Oh, dus dit. Brrr. Oké, ik heb het doorgestuurd. Wat gaat hij nu zeggen? Die roze zonnebril ziet eruit als een leuk accessoire. Het past goed bij het gezicht van de persoon in de foto. THX. Voor de mensen die niet weten, thanks. Oh, check dit! Ik stuur dit en hij stuurt ze zelf met een hartje. Is deze gast verliefd op mij? Ja, waarschijnlijk niet. Hopelijk niet. Maar dit vind ik echt wel de beste filter, denk ik. Hier, ja, kijk. Je gezicht verandert ook van vorm, kijk. Check dat. Dat vind ik gewoon cool. En als ik nu gewoon dit doe.
Oh my. En zie nog een filter. I'm high, be careful, she average, I'm pressure, yeah. I'm pressure, licious, yeah. I'm pressure, licious, yeah. She pressure, licious, and I crave. I'm high, be careful. Oh my god. Okay. Oh my. Ik ga dit een keer doorsturen. Wat heb je hierop reageren? Ja, Dorian, let's go. Die genderneutrale mannequin ziet eruit als een mode-icoon met die roze hoed en ketting. Oh my god. Oh my god. En hoe ziet de broek eruit? Of heeft hij geen broek? Even kijken. Heeft geen broek. Ja, oké. Okay, ik denk dat we deze video gaan beëindigen. Ik ga nog even filters testen. Oké. Okay. Hier. Filters. Wat is dit? Oh my god. Ik ben lekker. Oh. What? Oh, dit is zo cool. Oh my. Ik ga dat een keer met een pop proberen. Een pop. Heb ik hier nog een pop? Ja. Ik heb hier nog een pop. Hier. Ik heb hier zeker weten nog een pop. Kijk eens aan. Oh my, die ziet er gewoon hetzelfde uit als mij. Wat de heck? Oh my god. En als ik nu een rode hoed aan doe. Oh, dan denkt hij dat ik rost haar heb. Oh, check dit. Dit vind ik zo cool. En als ik nu mijn hand. Oh, dat is niet echt veel verschil. Ja. Oh my god. God. En als ik nu dit op mijn hoofd leg. Oh. Ja, als ik dat zo. Oh, god. Zo. Oh, dat werkt niet. Ja, dus zou ik zeggen. Abonneer voor meer. En adio.